het dagelijks brood. We gaan een broodje vullen met geitenkaas, een beetje ham, kruiden, courgette misschien. Dus wat gaan we doen? Klein broodje nemen. En we gaan dat inkervingen geven en zo alles ertussen steken. En ons brood terug op de barbecue. Tandjesmes. Met liefde snijden, weg en weer gaan met je mes. En niet duwen op je brood. Een lekker geitenkaasje. Ik ga daar oekjes van snijden. En we zijn vertrokken. We duwen dat dan gewoon tussen. Die pel mag daar ook bij, dat kan geen kwaad. Ja, ik ben al een blokje kwijt, dat komt wel goed. Kijk, het is misschien wat gemakkelijker van overal zo al een blokje uit te halen. Kijk, wow, nu zit ik goed bezig. Ik heb het gevonden. Kaasje erin. En dan gaat dat zo mooi smelten. Zo. Het is nog leuk voor de kindjes ook. Misschien een courgette. Als je dat brood zo op de barbecue gaat leggen, gaat het verbranden. Dus ik heb hier nog een oude plank. Lekker nat in het water. Op je barbecue. En zo gaan mijn onderste nooit verbranden. Toe. En we gaan een kruidenolietje maken. Voorlopig nog wat peterselie en basilicum. Ik kan daar nog van alles bij doen. Hè. Doe er gewoon bij. Wat dat hij graag eet. Dat moet niet perfect zijn. Beetje olie. Wat zout. En voorop mijn geitenkaas straks ga ik een klein beetje honing nemen. En met wat citroensap. Wat ga ik daarbij doen? Een klein beetje ham. Parma ham. De king van Despen van Italië. Espen. We hebben hem ook al. Dan ik kijk naar ons broodje. Kijk, de kaas is al mooi aan het smelten over mijn brood. Dus wat ga ik al doen? Een klein beetje olijfolie al met kruiden. Ik ga een beetje zeuren. En door dat plankje, dat geeft ook reuk en smaak. Als alles dat gaat opleggen, gaat dat top zijn. Nog 3 minuutjes, maar als je aan het koken bent, heb je het bevoorrecht van al een keer te proeven. Van er al een keer van te eten. Moet je eens oppassen dat ik geen zwart brood heb. We gaan voor het brood. Je kunt dat zo zelfs op tafel zetten. Met rook uit de plank op tafel. Nog een beetje kruiden. Een klein beetje honing met citroen. En zo. Reepjes ham. Spielerij. Een opgevuld broodje, geitenkaas, een courgette, een beetje ham, kruidenolie of overgemaakt. Een klein beetje honing met citroen. En dat is het. À table!